Ja, wij organiseren eigenlijk activiteiten voor senioren. De doelgroep senioren is eigenlijk onze grootste doelgroep. We hebben een aantal clusters in onze activiteiten. De grootste cluster is bewegen. Vanuit verschillende activiteiten van Nordic Walking tot en met buikdansen, tai chi, bewegen en ontspannen op een stoel. Dus eigenlijk voor ieder wat wils als het gaat om bewegen. Verder werken we al jaren nauw samen met de BAS, dat zijn de Bergse Actieve Senioren, voorheen de KBO. Daar hebben we afstemming met activiteiten en daar doen we ook een aantal projecten mee. Ook de samenwerking met het cultuurbedrijf is ook altijd samen met de BAS. Het doel is primair ontmoeten. Een programma hebben, een bijdrage leveren, dan wel als klant of als vrijwilliger, is eigenlijk primair. En vanuit die doelstelling krijg je met name binnen het bewegen wel de doelstelling gezondheid. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal. Bewegen en gezondheid is één op één. Je ziet, het is een maatschappelijk iets wat ontstaat. Maar wij maken daar dan vaak wel een aanbod in. En zeker op trendzaken merk je gewoon dat het dan vaak toch een schot in de roos is. Ik ben Gerard Jordans, professioneel dansdocent. Ik heb vanaf mijn 25e jaar zelfstandig danslessen gegeven, waarvan het grootste gedeelte in een zaak in Bergen op Zoom. In contact gekomen met Hans de Rooij van Wij Zijn. En zo ben ik hier terecht gekomen bij dansles voor senioren. Hier op de woensdagmiddag. In beweging blijven is nou altijd goed. Of je nou voetballen doet, of dansen, of handballen, of tuinieren. Bewegen is gewoon goed. Dat weet iedereen. Want ga je zitten en doe je niets, dan word je een plank. Het hoeven geen stijldansers te worden. Als ze maar lekker een beetje kunnen bewegen. Een beetje mee kunnen huppelen op de muziek. Nou, de groepen die ik nu heb, dat zijn op één of twee samenstellingen, zijn dat allemaal vaste koppels, echtparen. Soms tijdens het dansen zijn het ook wel eens vechtpaar dat er iets samen niet lukt. Maar dat hoort er gewoon bij. Maar het zijn bijna allemaal echtparen. Als jij 4 maanden niks doet, alleen maar thuis op de bank zitten en je gaat fietsen op een gegeven moment, dan na 100 meter zeg je van, mijn bek af, kan niet meer. Condies, je spieren in conditie houden. Ja? Hier bovenin de boel. Fris houden. Dan wordt toch overal op gehamerd, beweeg. Al is het maar een rondje van 5 kilometer lopen per dag. De activiteit is een beetje vanuit de historie voor senioren. 55 plus, 65 plus. Dus we gaan vaak niet die discussie aan wanneer je senior bent. Iedereen die zich verbonden voelt, en of je nou 40 bent of wat dan ook, die zich verbonden voelt met onze activiteiten, die graag iets wil, die graag mensen wil ontmoeten, daar doen we het eigenlijk voor. Op het moment dat je partner overlijdt en je hebt geen programma, je hebt geen activiteiten, dan heb je niet veel meer. Ja? En als jij wel bij een club of clubjes verbonden bent, dan wordt er na twee weken toch weer aan jou gevraagd. Hey, kom gewoon weer langs. Je krijgt kaartjes, je krijgt dingen. Dus gaat het dan toch weer om een stukje zingeving en weer opnieuw dat sociaal ontmoeten, wat gewoon uiteindelijk ook in wat moeilijkere tijden gewoon doorgaat.